Welkom iedereen bij de Royale Tuinen. Ofwel theepartijtjes. Ja. Harmon, ik heb bijna een masker hebben gekregen van de vorige bos eigenlijk. Dus ja, voor de rest een redelijk grote map dit. Bouwen. Yep, maar ik heb ook redelijk wat gems. Ook zie, want ik dacht ik zie twee kistjes mana, maar man. Hup. Nou, je gaat er waarschijnlijk al vanuit. Hé, kijk. Wyvern zometeen van één plek. Maar dat is pas later. Even kijken hoor. Ik vind het ook zo mooi. En dan laat ik aan de andere kant van de map staan nog een chest. Ja, weet je wat? Ik bouw hem vast een keer. Oh, uit. Daar. Jezus. Waar moet ik mijn meuk gaan bouwen? Dat is een hele goeie. Ik kan beter bijna de mana aan jou geven dat jij twee hekjes neerzet. Ja, laten we meestal even in de eerste ronde laten we even, geef alle mana maar gewoon even mij. Er ligt nog één kist daar. Ja. Oh, ik kan 130 defense units bouwen, joh. Is niks. Ja, en als het echt niet gaat, kunnen we altijd nog minion units bouwen. Hoezo zou het nu ineens weer niet gaan? Als het niet gaat, hè? We're on a roll. Klopt. Oké, daar is een hekje. Weet je wat? Nog een hekje daar. Daar gooien we deze. Nee. Ja, ik loop wel richting jouw kant, want ik ben de camera. klopt. Zo, daar komt niks langs. Mooi dat je camera bent, maar ik ben fucking traag. Ja, mooi, je loopt echt fucking langzaam. Moet je nagaan. De allereerste keer dat je en ik deden, Huntress! Met een recordtempo door alle mappen heen. Rennen, nu, Squire. Nou, als ik traag zou lopen, liep ik achteruit. Ja, net als een Ocarina of Time, achteruit lopen sneller. Klopt. Er zijn nog steeds een chest, hè? Maar dan was je nou waarschijnlijk later onderweg, of niet? Yep. Kunnen twee naast. Wat denk je, is dit breed genoeg? Tuurlijk, joh. Makkie, dan gaan die slopen ze. Nou, hoeveel zit daar nog in? Geen idee, moet jij even kijken. Laten we even zien. Niks. 220. In dat kleine kutkistje? Ja. Dat is goud. Even kijken. Ja, ik kan, ja, ik weet niet wat we nog nodig hebben, anders zit ik wel ergens op traps neer. Nee, weet je wat? Ik heb wel een idee. Je gaat hier zeker. Ja, ik wou het zeggen. Ik heb alleen net niet genoeg om het 3 neer te zetten. Dus. Nou ja, komen de eerste ronde toch geen wyverns of wel? Nee, klopt. Ik kan het gewoon zien. Het zijn geen wyverns. Ik denk voornamelijk de andere kant moeten checken. Dus de achterkant, waar het huis staat. En dat is het. Ready up? Let's go. Ook het nou tieten, zat hier ook dingen. Oh, het zijn er maar. Ja, daar kwam maar één ding uit. Dus ja, dat is zo van, oké, duidelijk. Hoppakee. Ben onderweg hoor. Ja. Ben, zeg, heb je er moeite mee? Weet je hoe moeilijk soms richten is? Ja. In third person is richten kut hoor. Oh, daar is een chest. Beware the wyverns. Laten we even kijken. Hoppa. Nu mag je voor mij pas wel ergens dingen, gewoon bombs neerzetten. Ja, daarachter. Mochten ze er op een of andere fucking manier doorkomen. Ja. Oké. Mooi, ik ken al redelijk wat.
Nou, duidelijk richting hier. Ja, in het geval dat iets breekt. Even kijken. Alle chests zijn gepakt. Ik heb nog... Oh wacht, ik kan er zelf nog één ding bouwen. Hoeveel maanden heb jij nog? 42. Kom maar door. Het zal voor het eerst zijn dat het net genoeg is. Oh vet, met Q kan je... Kan je van achter je naar je hunter kijken, dat is wel vet. Zo. Nee, dan heb ik hier gewoon even, hebben hier gewoon een barricade. Stel nou, er komt hier nog iets door. Knappe jongen hoor. Maar, laat eens even kijken. Hou even serieus, kijk eens even naar deze mooie verdediging. Holy fuck. Komen de wyverns alleen van deze kant? Ja. Oké, daar is een mage. Laten we die alvast even killen. Want daar werd gezegd, de mages zorgen ervoor dat ding kapot gaat. Je kan 2000 orks en ogres tegen een muur gaan gooien en er gebeurt niks. Maar een mage die continu ding kan revive en healen. Word je er niet vrolijk van? Dan word je ten eerste niet vrolijk van, nee. En zorgt ook gewoon voor dat het echt niet op volgende meter opschiet. Oké, loop nog ergens hier rond. Oké. Am I joked you? Blijkbaar. Zo. Oh, level up. Nice. Attack. Rennen. Attack. Attack. Attack, 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 attack. Ik zou zeggen, gewoon even dingen upgraden. We kunnen laatst nog wat dingen bijbouwen. Dat is een tyfusgrote ex. Ja, op de map wordt hij aangegeven. Dus dat betekent, hij is crap. Zo, deze twee dingen zijn level up. Ja. Deze twee ook wel even doen. Ja, pak hem maar die chest erachter. Oh ja, is goed. Ik gleed weg. Ben je dood dan? Ja, ik viel van de map af. Goud. Ik heb nog 49 maanden over. Heb je het nodig? Kom maar. Want dan kan ik... net nog... dit doen. Dit is puur onnodig. Maar stel er komt iets... dan is tenminste die kant niet al klaar. Nou, zullen we even kijken. De wyverns komen van de achterkant. Dus laten we even kijken hoe de ballista's het doen. Ik zie ze alleen nog niet. Ah, daar komen ze. Nou, we kunnen even gaan checken. De wyverns komen van links. Maar nee, laat maar, ze zijn nog neer. Nu komen ze van jou voor links. Oh. Ben al bezig. Ja, die ballistas hebben net niet de of ze zien hem niet. Of ze zijn net, hebben net de range voor, niet voor. Nou ja. We hebben nog wat defensive units, dus ik kan altijd nog even daar één of twee dingen neerzetten. Zeker één of twee voor. Ja, we kunnen ze ook op de zijkant er nu nog neerzetten. Ik bedoel, we hebben nog best veel units over. Waar de fuck zijn ze überhaupt? Oh, hier. Waarschijnlijk moeten ze respawnen. Zo. Weet je wat? Die hebben we daar niet meer, die zetten we hier neer. Serieus? Wat? Ik loop één stapje van een... Nou. Natuurlijk, het is weer een mage. Hallo meneer de mage, hoe maakt u het? Goed? Mooi, hier. What the fuck?
Ik dacht dat Rock Solid waren. Springen op een rol. Oh, ik ben gelijk mijn mana kwijt. Dat is wel kut. Ja, dat is een nadeel als je valt in Combat Phase. Je verliest echt direct al je mana. Ik zet even nog wat. Ik zet even twee ballistas nog even daar neer. Vooral doen. Bij de Turner Crystal. Dan hebben we dat tenminste nu goed verdedigd. Doen wat je niet laten kan doen. Oké. Even kijken, deze is geheeld. Oh, juist. Kan je degene waar je niet op staat, kan je die verkopen? Die bowling, die proximity. Tuurlijk. Want heb ik net genoeg om er één bowlingbal turret neer te plaatsen. Yep. Ik pak nog even de chest die daar staat en dan zijn we alweer ready voor de volgende. Ik ben alles even level up aan het handen maken hoor. Daarom. Ik heb nog 60 mana. Hier, kom maar. Ik geef je dit keer. Jij bent sneller. Ik heb het wanneer pak mijn eigen mana op. Zo. Dank u. Oh, precies 101, dat is goud. Ja, daarom gaf ik het ook. Nou, ik ga vanavond even daar checken. Ja, dit werkt direct. Woningbal turrets. Ah, de wyverns komen eraan. Moet niet uit de hoek komen. Oker! Oh. Die had ik niet aankomen. Oh, ja. Waar? Die is... Maar maak op zich daar geen zorgen om. Eternal Crystal under attack. Ja, jij bent eerder. Voor mij werkt die harpoon turrets niet. Of ze staan gewoon niet op de goede plek. Nee, er is een goede plek en hij staat er vlak naast en hij schiet er alsnog niet op. De oker is ondertussen al dood. Joh. Ja, het is aan deze kant allemaal. Dus, als je hulp nodig hebt, moet je zeggen. Nou, niet per se. Er staat daar nog een paar. Dit ding is bijna naar de goud, Lara. Welk de barricade die daar staat? Ja, we willen hem aan het healen. Oh, ja. Final wave. Hey, een beter item. Requires level 34. Fuck my life. Moet je nagaan. Zo, die barricade is niveau 2. Die bouncerblokkades doen het ook aardig goed. Ja, mooi. Er is op zich weinig mee gebeurd. Nou, er is één dingetje best op beschadigd, zie ik al. Nou, ik upgrade even die spike pocket waar je net vandaan kwam en dan is het gewoon een beetje de spoor in de gaten houden. Ja, die heeft flink geleden. Huh.
Maar ja, extra upgrade erop, huppakee. Geen probleem meer. Ja, die is level up. Geen chest meer? Nee. Heb jij nog mana? Ja, 200 ruim. Dan upgraden we even de ballistas die hier staan. Dat daar nog eentje die nog niet geüpgrade is. Waar? Midden. Oh, daar. Ik blijf dit keer wel verstaan hier. Oh, dit is al de final wave, joh. Ja, dit is al de final wave. Maar kijk zoveel enemies we krijgen. Wow, valt mee. Waar kill al die meisjes? De ballistas doen uiteindelijk goed. Wyverns, vanaf mijn kant, ik zie ze. Nou, de ballistas doen uiteindelijk goed, dus ik hoef niet zoveel meer op te letten. Maar als jij aan deze kant zou kunnen helpen, dat is dit een beetje een chaos. Met ik heb drie meetjes in mijn nek. Ja, wacht even. Ik hou even deze boel hier weg. Ja, kom je kant op. Dat ding gaat het niet lang meer halen hoor. Ik kom al. Ondertussen, er was een oger. Nee, als ik op, er was een oger. Ah, meen die? Oh, dat ding is zo naar de kloot hoor. Ja, yeah, I know. Nee, ik wilde hem upgraden, maar dat laatste millimeter werd ik gedisrupt. Fucking hell. Ah, het is zo kut jongen, het zijn er te veel. Gaat goed. Ik ben zo goed als dood. Nou, knap. Ja, de mages healen de andere mages ook. Dus het is zo van, oeps. Hé. Nou, het probleem is ook voor niet opgelost. Nou. Waarom van die kant al snijpen? Ja. Dat is al een pijl onderweg. Nou, al met al, ging het goed. Nou, poeh. Hé, dat laatste stuk, ik had eerder moeten ingrijpen. Geniaal, er ligt gewoon niks goeds. Wel mensen, bedankt voor het kijken naar deze episode van Lucifer's. In de volgende episode gaan wij het dak op. Water!